En die, ik weet ook, Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, die komen niet. Nou prima, de rest misschien, weet ik niet. Maar ik zit er niet op te wachten, joh. Nee. Ik ben liever de koning in Afrika, ja, dan misschien een nobody in Nederland. Yo, kom eraan, man. Zie je zo. Hey jongen, goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed joh, ja? Goed. Top. Kijk eens, ik had het meegenomen voor je. Oh, mooi. Super. Moet je even tekenen zo? Ja, is goed. Strikers. Lekker man. Ja, zij nemen eventjes op, want ik heb nog, gisteren had ik een hele dag cameramensen bij me. Ja. Yeah. Want ze zijn bezig om een film te maken over me. Oh, mooi. Voor de bioscoop. Goeiedag. Tot zo. Half uurtje zijn we terug. Oké, okay. Ja, deze mensen die ken ik al heel lang. Oh, oké. Okay. Omdat de eerste club waar ik hoofdcoach was, was hier in Veenendaal. Ja, ja, en, ja. En ja, ik heb, haar man heeft betaald voetbal gespeeld, Wageningen. Ja. En die heeft voor mij gewerkt als scout bij de KNVB. Oké. Okay. En ik had hem gehaald naar Veenendaal als wedstrijdanalist. Ja. Hele aardige mensen. Ah, goed toch. Altijd goed dat je mensen heb waar je naartoe kan en zo. Dus Wageningen, jammer hè, dat het gestopt ja, is. Dus ik heb daar veel gevoetbald met jeugdvoetbal. Met, weet je wat, districts, beste van het district en zo. Ik sprak vorige week toevallig eens een speler van Wageningen. Die zou je waarschijnlijk wel kennen. Karel van der Velde. Ja, zeker man. Ja. Tuurlijk ken ik hem. Ja, goeie Karel, voetballer hè? Ja, Vitesse gespeeld. Ja. En ja, soms dan belt hij mij wel eens van hé, champ, kan jij een videootje maken voor mijn team? Oh, ja. Ja, dat is wel grappig. Inspiratiefilmpje. Ja. Maar, oh, ja. Gewoon een beetje grappig. Alleen volgens mij hadden ze niet zo gewerkt bij hem. Want hij was volgens mij ontslagen, geloof ik. En was naar een andere club gegaan. Waar was hij trainer bij? Hij was in Amersfoort. Mm. En de laatste keer. Ik had hem een tijd niet gesproken. Opeens zag ik een berichtje voorbij komen. Ja. Ik zit nu in Amsterdam, een of ander clubje. Oh. En dat was wel lachen, ja. Hij kon echt goed voetballen, die gozer, jongen. Ja. Ik ken hem echt goed, hè. Hij heeft ook gespeeld volgens mij in Ierland, denk ik. Ja, van Engeland. Een van die twee. Ja. 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 Ook een normale gozer. Ja, no nonsense. Lekker. Ja, 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 precies. Lekker, gewoon relaxed, man. Godsamme. Hoe vond je het gisteren in de studio? Ja, ik vond het leuk, joh. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, ik zei je wat er gebeurd was. Ja. Ik kreeg een bedreiging. En was minder. Ik was wel mezelf, dat wel. Dat ben ik eigenlijk wel altijd. Maar ja. Ja. Ja, het was wel een beetje schrikken. En, ja. Maar wat dan? Van welke ja, dat heeft te maken. Er staat ook iets van in mijn boek. Ik ben één keer getrouwd geweest in Nederland. Dat was geen groot succes. Oké. Okay. Vanuit die kant. En die vrouw die had ook wat contacten met vreemde mensen. Mm. En waarschijnlijk komt het daar vandaan. Ja, ja, ja. Oh, ja. Lekker, moet je nog oppassen ook. Wanneer ga je terug? In vrijdag. Vrijdag weer? Ja, ja. Oh, dan ben je maar kort hier, hè? Ja, heel kort. Ja. Hoe lang is dat vliegen? Het is een heel slechte verbinding. Vanuit Amsterdam vlieg je eerst naar Oostenrijk. Ja. Zo, ja, snap ik ook niet waarom. En dan vanuit Oostenrijk ga je naar, moet ik het goed zeggen, naar Addis. En dan vanuit Addis ga je naar Malawi. Mm. Dus hoe lang ben je onderweg dan? 15 uur, 16 uur. Jeetje, ja, dat is lang. En wanneer moet je weer trainen? We spelen zondag een wedstrijd. Zondag alweer? Oh, dat is vrijdag. Dan ben je zaterdag terug en dan zondag een wedstrijd. Ja, zondag. Oh. En dat hebben ze weer ingepland, toch? Ja, we zouden niet spelen. De bedoeling was dat ik zou 2 weken in Nederland zijn. Ja. Yeah. Want we hebben 5 spelers in het nationaal team van Malawi. Ja. Yeah. En die moesten een toernooi spelen in Zuid-Afrika. Ja, en op het laatste ogenblik wordt het weer afgekeken. Dus ze verandert gewoon. Ja, ze doen gewoon wat ze willen. Ja, hè? En dan kun je druk om maken, maar het werkt toch niet. Nee, joh, dat gaat niet. Je moet erin meegaan, anders ben je zo thuis. Daarom hou je het ook zo lang vol daar. Ja, kijk, dat bedoelde ik ook gisteren te zeggen. Ja. Ik bedoel, respect voor Ronald, voor Koeman. Maar
die zou niet om kunnen gaan met de dingen nee. die daar gebeuren. Nee. Ja, en er zijn wel meer Nederlandse trainers geweest, maar die waren er heel kort. Stanley Menzo was in Zuid-Afrika, was heel snel weg. Ja, daar is het wel beter geregeld, maar ook daar heb je met dingen te maken. Ja. Met geloof, met de cultuur. Velden. Ja, velden, absoluut. Ja. Ja. En dingen niet geregeld zijn, terwijl ze zeggen dat het wel geregeld is. En daar moet je tegen kunnen. Ja, en je hebt dan ook in Afrika, heb je juju. Ik weet niet of je... Ja, zwarte magie, toch? Ja. Dat gebeurt, in Swaziland was dat enorm. Yeah. Ja, dan mis je opeens spelers. Ja, die zitten dan bijna zo'n juju-man. Ja, en dan heb je... Eén keer speelden wij een wedstrijd. Yeah. En, was in de pauze. En we speelden tegen Zimbabwe, nationaal team. Yeah. Dat was, ik sta wat te vertellen op een gegeven moment. En op een gegeven moment gaat het belletje. Van dat we weer moesten beginnen, voor de tweede helft. En ik mis gewoon 3 spelers, joh. Ik denk, waar zijn die nou, joh? Die waren weg. Die waren door zo'n jojo-man gepakt. Nee. Die werden dan helemaal water overheen gegooid. Meen je niet? En dan, dan maar gewoon tijdens de wedstrijd? Net moesten we de tweede helft beginnen. Moesten we beginnen. Dat is toch niet normaal? Nee, hoe reageerde jij dan? Wat zei je? Ja, ik ga vloeken natuurlijk. Helemaal dan vloeken op mijn manier. Met de Nederlandse woorden natuurlijk. Want ik weet hoe ik zelf ben. Yeah. Maar ik heb het ook een keer gehad. Moesten we spelen tegen Zambia. En een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup. En we moesten om 12 uur vertrekken met de bus. Ja, ik ben iemand heel strikt in mijn regels. Klassiek. Dus ik was om 11:30 op het trainingscentrum van Swaziland. En ik zie de bus niet. Ik denk, wat is dat nou, joh? Yeah. En dus die bus, was heel die bus met al die spelers. Waren ze naar een lake gegaan. Yeah. En daar werden ze helemaal bestraald met water. Ja, toen kwamen we te laat. Toen misten we de vlucht. Maar wat denk je wat er gebeurde? Dus ze hebben iets overheen gegooid, niemand weet wat. Ja, ik heb het zelf nooit gedaan, hoor. Ik zag, doe het in je eigen tijd, niet in mijn tijd. Ja. Maar op een gegeven moment, alle spelers hadden jeuk. Ja, allemaal jeuk. Die zat alleen maar, zaten ze. Ja, ongelooflijk. Het is mooi om mee te maken. Toch? Ja, een andere cultuur, joh. Dat is geweldig. Kijk, en dan zeg ik ook, heel veel mensen. Kijk, ja, die weten, ja, dan moet je, ja, dan kan je zeggen, ik wil dit, tuurlijk, ik heb mijn regels. Ja, ja, ik zeg ook, ik heb duidelijke regels. De spelers, natuurlijk komen ze wel eens te laat, oké, dan moeten ze boete betalen. Ja. Maar dit soort dingen heb je dan wel mee te maken. Ja, en ik zeg altijd, dat doe je in je eigen tijd. Ja, ik respecteer dat. Datzelfde ook als wij trainen. Als wij trainen, voor de training, ja, beginnen ze, gaan ze pre. Ja. Oké, ik respecteer dat, maar ik sta er gewoon bij. Maar ik doe het zelf, ik geloof zelf niet. Nee. Oké, ik respecteer dat. En ik kijk dan gewoon. Maar ja, dat doen ze ook na de training, doen ze dat ook. Ja. Dus als wij 2 keer trainen, heb je 2 keer. Ja. Oh. Maar ja, ik heb het 1 keer in Swaziland gehad. Dat was eigenlijk een hele discussie. Dus ik zeg tegen die man, wel op een gegeven moment, joh, hoe vaak was je op de World Cup? Ik zeg, zero. Ja. Ik zeg, hoe vaak was je op de Afrika Cup? Zero. Ja. Dan staan ze me aan te kijken. Ja, het werkt dus niet. Natuurlijk niet. Het is alleen maar om de zakken te vullen. Dat is wel zo daar, hè? Ja, daar gaat heel veel geld om. Ja, ja. Als je dan bijvoorbeeld wint, dan spreken ze, er zijn dan 2 mensen, soms hebben ze er 3. En dan, als ze een goed resultaat hebben gehaald, ja, dat is natuurlijk helemaal niet hun verdiensten. Nee. Dan ga je echt zijn ravende kijken wat hun krijgen. Dat kan wel gewoon $10,000-$20,000 zijn. Meen je niet? Die zijn dan verdelen met 2-3 man. Ja, ja. Wat voor niveau is het eigenlijk? Waar kijk je mee vergelijken in Nederland? Ik denk dat je Swaziland de top moet vergelijken met Total Divisie. Oké. Okay. Ja. De club die ik getraind heb in Kenia kan je vergelijken met een niveau Utrecht, Vitesse, grote club, EFC Leopas. Maar je zei ook veel supporters, hè? Ja. Ik was in 2014. Ik kwam in Kenia voor het eerst. Dat was voor het eerst dat ik in Afrika was. Ik was nog nooit in Afrika geweest. Ik kwam eigenlijk alweer direct terug, want mijn 2 koffers waren kwijt. Mm-hmm. Ik had vanuit Nederland een vlucht naar Cairo, Nairobi. Ja, voor het eerst in Afrika. En dan koffers niet aangekomen. Ja, dat is een drama. Ik was niet zo slim om een handbagage mee te nemen om daar wat in te stoppen. Nee. Ja oké. Okay. Dus ik zeg, ik was alleen op dat moment. Dus ik belde naar mijn ouders.
En ik zeg, ja, ik kom terug. Dat was de allereerste keer toen je daarheen ging? Ja, eerste keer naar Afrika. Ik had het echt moeilijk. Ja. En ze deden me wel goed ontvangen. Ze stopten mij in een hotel. Stopten ze mij in een suite. Alles op en eraan. Mm-hmm. Zelfs die avond, gelijk een dolle duikavond. Ja, ja. Ja, gelijk een dolle duikavond. Lekker wijn? Ja, het was op een vrijdag. Vrijdag op zaterdag kwam ik aan. En op zaterdag, en die zat daar. Maar ik zou je vertellen. Dus ik was zenuwachtig in een ander land, Noord-Afrika geweest. Nee. Dus denk wat er gebeurde. Dus ja, op een gegeven moment, het was laat. Ja. Maar ik wist dat ook helemaal niet, ik had helemaal geen Afrika ervaring. Dus zij zegt tegen mij, ik kwam op een gegeven moment in contact met haar. En ze zegt tegen mij, er zijn geen taxis meer. Ah, dat was helemaal niet waar. Ze wou blijven slapen, nou zij. Die wou neuken. Maar wat denk je, wat er gebeurde, Annie? Ja. Ja? Op een gegeven moment op een morgen, dus ja, ik heb een dolle duikavond gehad. Ik was wat rustiger geworden. Ja. Ja, toen kwam eigenlijk de rekening om eigenlijk. Toen vroeg ze om $100. Nee. Vroeg ze. Nee. Een escort. Ik wist helemaal niet hoe dat werkt, joh. Dat is geen hoermaat, is gewoon. Het zijn dames dan. Oké, dus ik wist helemaal niet hoe dat werkte. En ik heb ook niks betaald. Nee. En ja, zij wou dan. Zij zien natuurlijk respect. Zij zien natuurlijk veel. Moet ik het zeggen? Ja, blanke mensen als een soort. Hun redding, hè? Een ATM. Ja. En ja, dat was mijn eerste keer. Ja, en toen gingen we maandag. Toen had ik de presentatie in het Nationaal Stadion. Was net Hollywood. Ik denk 60, 70 camera's. En was voor mij ook de eerste keer zoveel camera's. En een grote club. En toen moesten we gelijk naar Sudan. Voor een toernooi. En ze verwachten er eigenlijk helemaal niks van. Nee. Ze dachten, dat wordt helemaal niks. Maar ja, toen kwamen we in die finale. En toen kwamen we terug. Kwamen we toen. In Kenia, en toen moesten we gelijk spelen de derby tegen Comaia, dus dan moet je vergelijken Feyenoord Ajax. Ja. Vol stadion, 7 jaar hadden ze niet gewonnen, 7 jaar. Ja, en we wonnen met 3-1. Oh. En dus je was gelijk de koning daar? Ja, en toen hadden we een hele goede serie. En ja, ik was vrijgezel. Toen begon ik mij beter te voelen. En toen kwam ik, ik zat in een hotel, later in een, de mensen herkenden je, ik stond in kranten, radio. En dan kwam ik op een gegeven moment, leerde ik ook plaatsen kennen, een goede uitgangsgelegenheid. Nairobi is een hele. Is modern? Ja, is heel modern. Ja. Zeker nu. Zeker de laatste 3 jaar is echt fantastisch. Oh ja. We hebben altijd zo'n beeld van Afrika dat alles maar gewoon. Ja, wat wij alleen maar krijgen te zien op televisie. Snap je? Krotten, dit en ja, dat. Ja, maar kijk, tuurlijk heb je in Kenia ook gebieden waar je niet moet komen. Maar geloof me, daar zijn nu alles is er. Alle grote bedrijven, banken. Ze hebben Express Roads, alles. Alles is er. Mooie hotels, 5-star plus. Ja, ja. Lekkere wijven. Ja? Ja. Dus, ja. Heb je veel wijven gehad daar? Nou, ik heb er wel wat gehad, ja. Ik heb, mijn vrouw die leerde ik kennen. Noemen ze Westlands. En daar, ik was vrijgezel. En dan had je een café. Er kwamen best wel wat. Mensen, experts, die kwamen daar. En ja, al die vrouwen die zaten daar. Er waren geen, hoeren waren het niet. Maar ja, die willen dan kijken of ze een blanke aan de haren kunnen slaan. Een soort gold digger. Ja, een beetje. Ja, daar heb ik er toch wel een verschil mee opgepakt, ja. Oh, lekker man. Ja, je bent als je vrij hebt, maar je doet wat je wilt. Maar ja. Ja, en toen heb ik op een gegeven moment, toen leerde ik mijn vrouw kennen. Ja. Mijn vrouw was vroeger een hele bekende zangeres. Ja, ja, lastig. En die was lang. Ik ben natuurlijk klein bij mij geloof ik. Ik zeg dat ik 1,70 ben, maar volgens mij ben ik nog kleiner. Nee, Wes is ook 1,70, maar ben je wel net zo groot als Wes? Ja, misschien even groot. Ja, misschien, ja. Ja. En, mijn vrouw is 1,74, dus dat is best wel lang. Ik hou persoonlijk altijd van lange vrouwen. Kon je staan beffen? Ja, dat. Ze komen nooit tekort, hoor. Ik geloof hem. Ik geloof je gelijk. Nee, je bent wel dekkig zoals mij, hè? Ja, dat moet ook. Ja, dat is belangrijk. Ik ben gewoon een liefhebber, ja. Tuurlijk, is gezond. Ja, is echt heerlijk. Maar je vrouw, ben je nog getrouwd dan? Ja, ik ben nog steeds getrouwd. Oh, en je vrouw weet hier nergens van? Die weet er niks van, toch? Ze is niet achtelijk. Nee, natuurlijk. Kijk, weet je, het is er niet. Mijn vrouw, ik heb een mooie vrouw. Ja. Ik heb gezien op de foto, echt mooi. Alleen, ze is veranderd. Dat gebeurt. Ja, minder contact en zo met haar, hè? Ja, en... Ze is met mij mee geweest naar Mongolië.
Ze was bij me in Rwanda, was ze bij me. Wat Mongolië was dat? Dat was koud. Ah, ik zal je vertellen, wij waren op een gegeven moment op vakantie in Zanzibar. Dat is ja. Mooi hè? Echt zo'n bounty eiland is dat. Ja, ja, ja. Is natuurlijk vanuit Kenia, een uurtje vliegen, ben je er. Dus wij waren daar. En een vriend van mij die belde mij, hij zegt, een of andere mannen ga je bellen uit Mongolië, zegt hij. Zeg, ja. Oké. Okay. Hij zegt, het is maar 3 maanden contract, zegt hij, maar ik betaal leuk geld. Dat is een leuke ervaring. Ik zei, oké, ik zit bij een vakantie, laat hem maar bellen. Hij belde mij. Dus zegt de mevrouw, laten we gaan, joh, leuk joh. En alles werd betaald, leuk geld kon ik verdienen. En het was maar 3 maanden. Dus wij gingen vanuit Zanzibar gingen we terug naar Tanzania, voor een weekje. Ja. En hij stuurde die tickets op, stuurde die. Nou, mijn vrouw is dan donker. Dus we komen aan, Andy. Ik zat nooit vergeten, in Ulaanbaatar City. Kom maar aan. Yeah. Het was min 35. Oh, mijn vrouw, mijn vrouw is donker. Yeah. Die was gewoon rood. Die wist niet wat ze meemaakte. Die had nooit van haar leven sneeuw gezien. Nee. Ja? En dan min 35. Hoe reageerde ze op die sneeuw dan? Wat is het? Ja, die. En rollen. Mijn vrouw, die, dat, als je het dan hebt, die mensen, ja, die praten helemaal geen Engels. Dan kan je zeggen, ja. Champ, jij spreekt ook geen Engels, maar daar spreken ze helemaal geen Engels. Ja, geloof me. Ja? Dus, maar die vertelde mij dan, als ik dan was trainen bij die club. En ze liep in een in de straat, ja, of in een shoppingmall. Ja, het was gewoon een attractie. Ja, mensen kijken, hebben ze nog nooit gezien? Die hebben we nooit gezien. Een vrouw. Nee. Dus, wat is dit? Ja, die eigenaar was een jonge gozer van 30. Zijn vader was een miljonair. Ja. Die was gek, joh. Die was, dan kwam hij aanrijden in een Porsche, dan weer in een Bentley. Prima, ik had niet zoveel met hem. Had er een Ajax-trainingspak aan ook? Ja, een Ajax-trainingspak. Op een gegeven moment staat hij op het trainersveld. In een Ajax-trainingspak. Dus ik zeg tegen hem, joh, wat kon je doen? Hij zei, ik had training. Ik zeg, sorry, training? Ja. Ik zeg, ik zag tegen niemand bij mij. Nee. Ik zeg, wegwezen. Dus ja, toen werd hij gek en begon hij berichten te sturen. Weet je wel wie ik ben en dit en dit. Ja. En ik had mijn vriend meegenomen uit Marokko. Ja, die zaakwaarnemer toch? Ja, was dat nou, die was een redelijke voetballer. Ja, ook nog. Hij was gelijk een beetje mijn assistent, fitness. Ik heb hem ook bij me gehad in Somalië en in Zimbabwe. Goeie gozer, ja. Slimme gozer. Ja, dan begon hij te zeggen dat hij niet goed was. Maar dat was gewoon, ja, gewoon gelul. Want hij was gewoon, hij was niet snel. Nee. Maar daar willen ze alleen maar rennen en vliegen, willen ze daar. Maar ja, die man was gek. Ja, toen zijn we gevlucht. We zijn het land uitgevlucht. Je bedreigd ook. Ja, we werden bedreigd, ja. We kregen rare berichten, kregen we. En of als jij training geeft vandaag, zou je zien. Ik zeg tegen mijn vrouw van, ja, we gaan weg. We moeten wegwezen hier. Ja. Toen zijn we weggegaan. Want je was wel blij dat je daar weg kon. Hè? Dat je, weet je, voelde je echt bedreigd daar. Ja, ik voelde me bedreigd, ja. Dit boek echt gewoon overal kopen, hè? Nu. Ja, overal. Is het nu te koop, toch? Ja. Bij Bruna's en zo. Ja, Bruna. Heb je een beetje verkocht al? Nou, ik hoorde toevallig van prijsvrij. Een van kocht 5000 boeken. Om aan klanten te geven. Een prijsvrij, oké. Is een reisbureau. Hij is een reisbureau en sponsor van Feyenoord. Oh. Ja, 5000 boeken gekocht om te geven aan klanten. Netjes, man. Ja. Oh, dus die heb je al verkocht? Ja. Lekker, man. Dus dat is wel, ja. Ja. En maar vanaf wanneer was hij in de dingen dan? 16 mei was hij in de winkel. Oké. Okay. Lekker. En wat ga je nog meer doen? Krijg je nou een reality soap of niet? Ik heb nu... Of die film wat je net zei. Dat is een jongen die maakt... Ja, films voor bioscopen. Ja. Die volgt mij nou hier. En die komt straks ook naar Afrika toe. Ik ben benaderd door, denk ik, tot 10 of 11 verschillende productiehuizen. Ja. Met allemaal ideeën. Daar is Chris Woods mee bezig. Ja, ja, om te kijken wat het beste is. Ja, Chris is natuurlijk heel commercieel. Ja, dat is goed. En, jij had het gisteren over dat je een plaat had. Nou, ik had ook een plaat. Ja. 2 keer. Carnavalsplaat, toch? Ik had een plaat 1 keer voor Champ steunt Frank de Boer. Plaat toen voor het EK. Ja. En ik had verleden jaar met Rob Schepers, die comedy guy Eindhoven. Ja. Hadden wij een ode aan Louis van Gaal hadden we gemaakt. En we willen, ik wil nou een carnavalsplaat maken.
En misschien iets met Engels erin. Ja, man, mooi, moet je doen, man. Ja, man, I cannot hear what you say. Ja. Het is wel dik, hoor. Dat is wel vet. Oh, mooi, mooi. Ik had laatst net ervoor dat je foto's liet maken van jezelf, toch? In het publiek, toch? Ja, ja, het was in Zimbabwe. Dat was op een gegeven moment eigenlijk van die aanzichtkaartjes. En met mezelf. En dan aantekeningen eentje op. Ja, dat weet je wel. Ja, ja, ja? Tuurlijk. En die had ik dan in mijn Colbert. En dan ging ik voor de wedstrijd ging ik al dan een beetje het publiek, show maken. Ja, een beetje show maken. Wij speelden die finale. Was echt vol stadion, 40.000. En ja, ik vond het fantastisch. Ja. Ik heb dan niet gevoetbald op het niveau waar jij gespeeld, maar ik kan best wel wat met een bal. Yeah. Dus ik had die bal bij me, dus ik gooide die bal in mijn nek. Heel dat stadion. Oh, mooi, hè? Ja, dat is dan mooi als trainer zijn. Ja, dat ziet niemand. Dat verwacht ook niemand. Nee. Ja. Ja, show, man, hè? Vind ik wel mooi, man. Ja. Helemaal gewoon schuit en alles. Ik vind het heerlijk. Ik ben altijd mezelf. Ja, joh. Geweldig. Het interesseert me niet wat mensen vinden. Nee. Het is toch nooit goed? Nee, joh. Weet je, het is altijd gezeik. Mensen vragen mij ook wel eens van, ja, zou je niet in Nederland willen trainen? Ja. Ik weet ook, Ajax, PSV, Feyenoord, of AZ, die komen niet. Nou, prima. De rest misschien, weet ik niet. Maar ik zit er niet op te wachten, joh. Nee. Ik ben liever de koning in Afrika, ja, dan misschien een nobody in Nederland. Ja, ja? Ja, dat is toch maar één zit altijd in de zon. Ja, dus elke en de dag mensen zijn anders. Elke dag. En ja, ik had wel gisteren trouwens, zal ik je verhaal vertellen. Ik kwam dan, gisteren kwam ik aan dan. Yeah. En die jongens kwamen erbij en mijn vriend had me opgepikt in Amsterdam. Yeah. Van Schiphol. En ik zeg, ik heb ook in het boek beschreven. Ik had één keer een vrouw. Dat was echt de mooiste vrouw die ik ooit ontmoet had. Yeah. Lange vrouw. En ja, die vrouw is altijd wel in mijn hoofd blijven spoken, altijd. Ja. 2 jaar mee omgegaan, de gekste dingen mee meegemaakt. En is dat Angelique? Ja, Angelique, ja. En ik ben gisteren een boek wist brengen. Ja, ja? Ik dan aan de deur, joh. Weet je niet. Ik was een klein beetje zenuwachtig. Waarom? Ja, ik kwam misschien weer de bescheiden jongen, maar aan de andere kant ben ik, ja, ik heb best wel flair. Dus ik er naartoe, die camera's mee. En ja, joh, en, die man die bij me was, Daan, die was er ook bij. Ik twijfelde een beetje, want ja, zij heeft ook wel vrienden gehad. Met een klein beetje dat je zegt, oké. Okay, ja. Oké. Dus ik zag daar een Mercedes voor de deur staan, wat oudere Mercedes. Die dacht, nou, dat kan misschien wel eens van een lover van haar zijn. Ja. Dus ja, je weet het nooit. Dus ik had haar, weet ik hoe lang niet gezien. Ik had het laatste 2010 geloof ik, of 9 geloof ik. Dus dan sta ik dan met een boekje aan de deur. En wat denk je, Andy? Dus ze doet die deur open, joh. Ja, blij. En zag er goed uit trouwens. Ja, ja. En natuurlijk, ze is ook 52, maar geloof me. Ja, je hebt dat met die vrouw, hè. Bepaalde vrouwen die blijven altijd goed uitzien, altijd. Ja, ja, ja. Zij heeft het ook. En ze hebben ook charisma, een lange vrouw. En ja, ook goede humor. Dus ja, ik lulde, ja, ik vond de ijs was klein gebroken op de manier hoe ze reageerde. Ja. Dus ik heb wat leuks, joh. Ik heb een boekje gemaakt, bla bla bla. Ja, ik zei natuurlijk niet dat er ook in stond van, hey, we deden het 8 keer per dag, ja? Ja, bij Duitsland, dan kregen ze je joh. Waar ze stoppen, in die strassen of zo. Ja. Weet je, moest je daar nog op? Ja, joh. Er kwam politie kloppen. Ja, klopt. En toen zei ze tegen mij van, zei ze tegen die vent van, kom even terug als we klaar zijn. Ja, ja, ja. Ja, je had ook schijt aan alles. Ja. Echt schijt aan alles. En, dus gisteren moesten dan bij jullie komen. En bij het programma. Yeah. En dus ik sta daar. Dus ik, ze geeft me je nummer. Dus ze gaf een nummer. En ik heb altijd wel een zwak voor haar gehad. Mm-hmm. En mijn eigen vrouw nu, ja, die weet dat. Daar praat je wel eens over. Ja, tuurlijk. En van die gekke dingen die je meegemaakt hebt met haar. Dus oké. Okay. Afgesproken gisteravond om 9 uur. Laten we ontmoeten, te gaan eten. Maar het was wat later in de afloop, hè. Mensen op de foto, bla bla bla. Ja, ja. Even met Johan nog gesproken. En jongens van, ja, je weet hoe het werkt als ze zo'n film maken. Dan willen ze altijd, willen ze leuke shots hebben. Ja. Prima. Ja. Maar ik zat er natuurlijk weer met mijn hoofd, zat ik weer bij Angelique natuurlijk. Ja. Ik denk, hé, 9 uur. Daar woont ze vlak bij het studio. Ze woont in Hilversum. Okay. Dus het is vlakbij, het is een thuiswedstrijd. Dus wat denk je? En komen we daar? Zit ze buiten met, met de buurman en hoe heet het? Ja, ze is niet meegegaan. Oh. Ze was boos. Omdat alles erin stond. Oh, meen je? Ja, ze was boos. Later was het wel weer oké. Was het oké. En maar staat er geen achternaam bij? Niemand weet Nee, maar ja. Dus ze was een klein beetje boos.
Maar de buurman, ik had een boekje wat naast mij stond, had ik in mijn handen. Ja? Dus ik gaf dat aan die buurman. En die was hartstikke blij met dat boekje. Kom op een gegeven moment komt die buurman met een pen. Ik vroeg of ik dat alleen wil schrijven. Nou, dat heb ik gedaan, bla bla bla. En ja, dus ze waren eerst boos, ze wouden geen hand geven. Maar het draaide helemaal om. Ja, En toen had ik dat boek gegeven aan die buurman. En die buurman die kon heel goed voorlezen. Dus die pakt dat hoofdstuk over haar. Ja. Of daar, het is geen hoofdstuk, ik weet niet hoeveel regels het zijn. Voel je niet je ongemakkelijk dat toen hij ging lezen? Dacht je van, oh, nee, oh, en toen, ja, maar hij leest het zo voor dat het gewoon, ja, dat het mijn droomvrouw was. Oh, ja, de liefde. Ja. Ja. Dus het was, oké, die 8 keer staat er ook wel in. Was, ja. Maar de rest was positief? Ja, natuurlijk was positief. Ja, van, ja. Ze liet mij leven, ze veranderde mij. Ja, mooiste vrouw die ik ontmoette. Ja, 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 ja. Tja. En nu heeft ze dan geen vriend meer? Nee, ze heeft geen vriend. Ze is vrijgezel. Oh, lekker. Ja, oké. Ik denk de buurvrouw of vriendin uit dat straatje. Die zei, ja, hij is nog steeds getrouwd. Ik zei, ja, maar dat is Afrika. In Afrika ja, dat is Afrika. Ja, dat zien ze toch al hoort. Nee, dat is Afrika. Ja. In Afrika zijn heel veel mensen gewoon getrouwd en die zijn niet meer bij elkaar. Dus ja, dat heeft ook omdat in Afrika, in sommige landen is het heel moeilijk om uit elkaar te gaan. Dat heeft ook met financiële gevolgen te maken. Soms ook met bedreigingen. In Nederland, oude CEO van Philips was getrouwd met een Keniaanse vrouw. Yeah. En die is vermoord. Oh, ja. Was dat een paar jaar geleden? Ja, een paar jaar geleden. Ja, hè? Was het nieuws ook? Ja, want ik had een interview met de Telegraaf. En de man die mij het interview deed met de Telegraaf, die had dat artikel geschreven. Die was in Kenia geweest. Mm. Dus ja, we waren een beetje aan het praten hoe dingen gaan. Ja, die vrouw die heeft dan die Nederlander vermoord, haar man. Ja. En ja, die is, heeft heel kort vastgezeten. Toen heeft ze geneukt met de judge. Ja, ja. Die moest beoordelen. Hebben ze met bed gelegen? Nee. Hebben ze een deal mee gesloten? Vrijgelaten. Nee. En al het geld, alle huizen, heb zij nou. Oh, ja. Zo gaat het dus. Ja. Ongelooflijk. Ja. Dus het is gewoon weer vrije voeten. Ja, vrije voeten. Jeetje. En zijn die man die dan vermoord is, zijn zuster en man, die hebben alles nog steeds proberen ze om alles naar hun kant te krijgen. Maar dat wordt een hele moeilijke zaak. Oh. Ja, dat snap ik. Ja, dat is wel een schande, man. Dat het zo snel, dat zo gaat daar ook, hè? Gewoon met hem naar bed gaan en pak de huizen van haar af en ze wordt vrijgelaten. Kijk, ik zou je zeggen, bijvoorbeeld, hier kan ik mij dat niet voorstellen. Nee. Ik word bijvoorbeeld in Malawi ook. Ik heb een auto van een club, dus een voorbeeld drijven, ja, die heb je wel nodig door al die slechte wegen. Ja. Dus ik op een gegeven moment, ik weet niet, ik ga altijd s'avonds uit eten. Ik heb geen zin, ik ben alleen, ja. Dus ik ga niet koken voor mezelf. Ik kan niet koken, dus ik ga gewoon uit eten. Dus ik zat toen nog in een hotel. En dus ik ga van het hotel waar ik was, ging ik naar een ander restaurant. Dus ik werd aangehouden door de politie van Malawi. Oké. Dus hij zegt, hey coach. Ik zeg, hallo. Hij zegt, ik heb dorst, zegt hij. Ja, ik wist gelijk wat hij bedoelde. Yeah. Dus ik pakte mijn knip en ik gaf hem 2000 local money. Yeah. Dat is $2. Hij zegt, thanks coach, bye bye. Weet je niet. Ja. En is dat dan zo... Zo goedkoop dan daar? Ja. Kenia is duur. Kenia is duur. Yeah. Kenia hebben ze mij wel eens aangehouden. Dan moest ik betalen $10,000. Dat is veel geld. Yeah. Voor dat land. Dat is best wel je aangehouden toen? Ja, ik zat te bellen. Oh. Zat ik te bellen. Yes. En toen was ik trainer van. Ja, ik had dus niet in de gaten. Ja, een beetje onervaren. En er zat dus een hele dikke politieagent. Dat was een vrouw. Yeah. En ik was nog een beetje bang, was ik. Ja, en ik wist natuurlijk niet hoe het allemaal ging. Nee. Dus zij zat al 10 minuten achter mij, zat ze. En ik zat lekker te bellen, zat ik zo. Op een gegeven moment werd ik aan de kant gezet. Ze zegt tegen mij, ik breng je naar het kort. Dus ik helemaal zenuwachtig. Ja, dat zeggen ze tegen iedereen, joh. Ja, zeggen ze dat. Ja. En, maar ze weten dat jij dat niet wil, dus ze willen gewoon geld. Ja, dan voeg ze 10.000. Dat is ongeveer $80. En dan pak ze dan in eigen... Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, die verdienen misschien... 30.000 Kenya shillings per maand bruto. Dat is ongeveer? Zeg 250. Meen je niet? Hoe moest ik daarin? Ik niet daar. Ik weet dat niet meer, joh. Ja, ik moet daar. Dat ik het niet meer weet. Godsamme zeg. Dat is wel een mooi avontuur, man. He, daar in Afrika. Ja, dus. Maar daarom zeg ik ook, ja. En ja, ik voel me er thuis. Ja. En, hoe lang zit je er al? 10 jaar?
Even kijken, in Afrika, even kijken, bijna 9 jaar. Oh. Ja. Sorry, iedereen kent je daar, dus het is dan gewoon jou thuis daar. Ja, en kijk, en het is voor mij ook makkelijk. En die vanuit Malawi, dan komt er weer wat anders. Ja, maar je hebt die naam ook gebouwd in Afrika nu. Dus dat, ik denk wel dat je daar nog een tijd zal blijven. Ja, dus kijk, shit is ook heel eerlijk om met het weer. Het weer is toch lekker. Ja. En dus ik zie me daar wel zeker nog wel. Ik zie me niet zo snel terugkomen, laat ik het zo zeggen. Nee. Lekker man. Lekker gewoon daar in de zon. Mooi uitzicht, een mooi huis heb je. Toch een mooi huis? Ja, ik in Kenia heb ik in in het platteland. Oh, lekker. En mijn vrouw is daar met de hond. Maar je bent nooit. Oh ja, Pablo. Ja. Weet je? Pablo, die heb ik de naam gegeven naar Escobar. Pablo Escobar. Die was op Netflix. Ja. En toen had ik de hond aangeschaft, was die pup. Hij moest een naam hebben, toen hebben we Pablo gegeven. Wat voor hond is het? Een Havanees. Ja, ik zag wel heel eerlijk. Ik mis mijn hond wel even. Ja, die mis ik wel. Hij slaapt nog altijd bij jou op bed? Ja. De hond legt dan naast me. En de hond krijgt meer aandacht. Of ik krijg meer aandacht van mijn hond dan van mijn vrouw. Je vrouw slaapt in een andere kamer? Ja. Ik kom niks tekort. Nee, dat geloof ik. Ik geloof me. Mensen hoeven geen medelijden te hebben, joh. Nee, joh. Lekker genieten daar. Ja, dus, we zijn er al. Ja. Nou, was gezellig, man. Dankjewel. En ik? Top, man. Hey, maar even kijken of ik een dingen bij me heb. Stift. Ik heb die auto weer veranderd. Heb ik een stift eruit gekocht. Heb ze geen stift binnen. Zou wel lekker als je even komt signeren. Wacht dan, misschien hierin. Dat was leuk, man. Top. Ik heb helemaal die stift heb gekregen. Lukt dat dan? Lukt wel mijn pen, hè? Ja, dat is wel mooi. Ik moet hem strak houden. Even kijken hoe dat. Wow, man, ik moet trainen zo, man. Even een beetje boksen. Moet ik zo vasthouden? Kijk, als ik zo trek. Top. Nou, geweldig, man. Even kijken. En nu je bedankt. Ja, we spreken. Rustig aan. Bye bye. Neuks, hè? Ja, kom goed. Later. Misschien op vanavond een dolle duik aan. Ja, dat denk ik wel. Met Angelique. Rustig aan, man. Oh, Thaï roest niet, hè? Nee. Mooi, doei.